Salant Sport. Salant 1. Nabeschouwing. Goedemiddag, Jos. Goedemiddag. Welkom in de uitzending en fijn dat je even tijd had vandaag. Want gisteren eerste 3 punten binnengehaald in een spannende wedstrijd tegen Gene Muiden. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Want het blijft natuurlijk altijd even moeilijk als je nog geen punten hebt, die eerste overwinning te pakken. Ja, weet je, kijk, we hebben de laatste 3-4 weken zien we echt een duidelijke progressie, zowel in trainingen als in wedstrijden. Mm-hmm. En uiteindelijk is het ook mooi dat dan uiteindelijk wat oplevert. En dat is een boost die je als groep nodig hebt, als club nodig hebt. En dat ervoor zorgt dat je goed en rustig verder kunt werken. Dus we waren hier echt aan toe en absoluut verdiend en hartstikke blij mee. Ik kan me voorstellen, want je kwam desondanks toch achter. Ik had tenminste wat ik gelezen heb, is dat jullie wel kansen hebben gekregen, maar toch tegen een 0-1 achterstand aanliepen. Maar goed, dat werd door Kevin en door Kasper rechtgezet, waarvan de laatste ook in de laatste minuut scoorde volgens mij. Ja, dat klopt. Inderdaad, zo ging het scoreverloop en de wedstrijd, de eerste fase van de wedstrijd vond ik ons wel echt de betere. We hadden ook de betere kansen. We gingen volgens mij 2 of 3 keer 1-op-1 op de keeper. En die werden om zeep geholpen. Eigenlijk wel een beetje hetgene wat er de laatste weken al gebeurt. Alleen gisteren was het wel zo dat we de rug rechten en ook na rust nog een vuist konden maken. En eigenlijk na rust steeds dominanter werden. En uiteindelijk die bevrijdende 2-1 in de 90ste minuut. Wat overigens ook een hele mooie aanval was. Dus dat was een prettige bijkomstigheid. Ja, was het loon naar werken voor Roda? Ja, absoluut. Ja, daar begon ik net mee. We werken wekelijks hard met elkaar om goede resultaten te boeken. En de laatste weken, de tegenstanders, die lieten dat nog niet toe. Mm-hmm. Althans, wij waren nog niet goed genoeg om met hun echt het vuur aan de schenen te leggen. En, gisteren zag ik gewoon tegen een gerenommeerde ploeg als Gene Muiden dat je bovenliggend kunt zijn, dominant kunt zijn en uiteindelijk ook aan de goede kant van de score terecht kunt komen. Dus dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Ja, nou dat is goed te horen, Jos. Want uiteindelijk, als je promoveert, dan moet je zorgen dat je die aansluiting ziet te pakken met de rest van de teams. Want Roda heeft natuurlijk in de na-competitie al een klein beetje kunnen ruiken aan het niveau. Omdat ze natuurlijk vrij kansloos, wil ik niet helemaal zeggen, tegen Huizen eigenlijk werden uitgeschakeld. Maar door die extra kans nog, hè, dat ze die wedstrijd alsnog pakten om te promoveren. Dus natuurlijk, je weet waaraan je begint. Maar uiteindelijk wil ook een ploeg als Roda het hoogst haalbare halen natuurlijk. Nee, absoluut. Kijk, in competitieverband heeft de ploeg Roda Raalt vorig jaar niet 1 keer gewonnen van een ploeg die in de competitie speelt op dit moment in de 3e divisie. Hmm. Ja, klopt. De fanatieke luisteraar zou nu zeggen van ze wonnen de ene laatste wedstrijd van Excelsior, dat klopt. Ja. Alleen die wedstrijd deed er al niet meer toe, want toen was Excelsior de week daarvoor al kampioen geworden. Dus in alle reguliere wedstrijden waarin ze nu tegen tegenstanders uitkomen in een competitieverband, zoals ook Dushuizen, hebben ze destijds niet gewonnen. Mm-hmm. En, dus dit is een extra uitdaging om ook tegen dat soort ploegen nu verschil te maken. Ja, absoluut. En dan staat volgende week bijvoorbeeld jouw oude ploeg voor de deur, of voor de deur die jullie willen ontvangen door Excelsior 31. Is dat voor jou een speciale wedstrijd? Klopt. Nee, voor mij is het een wedstrijd als elke andere. Ik heb binnen Excelsior denk ik goed gepresteerd samen met de spelersgroep. En mooi om te zien dat zij voort kunnen borduren op hetgene wat we vorig jaar hebben neergezet. Mm-hmm. En nu al 8 punten bij elkaar hebben weten te sprokkelen in de zware 3e divisie waarin wij zitten. Dus dat is een groot compliment naar die team. Ja. En we kijken ernaar uit als Roda elke week om weer een tegenstander die grotendeels nieuw is te gaan ontmoeten. En volgende week komen tegenstanders tegen die we grotendeels kennen. Mm-hmm. Ik natuurlijk in het bijzonder, maar ook de spelersselectie weet natuurlijk wat voor materiaal ze tegen hun gaan krijgen. Dus dat was weer een mooie uitdaging. Ja. Heb je gisteren ook gespeeld met het team waarmee je ook deze competitie eigenlijk als vaste waarde wil gaan spelen? Vaste waardes. Kijk, als je over vaste waarden spreekt, dan kun je aangeven dat zij het en Shaquille Woutstra eigenlijk maar 1 wedstrijd hebben meegedaan. En in die wedstrijd, als de Tij heeft die wedstrijd wel volbracht, Shaquille is in die wedstrijd uitgevallen. Mm-hmm. En die hopen we überhaupt voor de winterstop nog te kunnen
te kunnen terugzien bij onze groep. Dus okay. dat is een langdurige blessure. Oh, dat is jammer. En Thaye die is ook behoorlijk geblesseerd. Dus hopelijk, die is wel op de weg terug. Maar dat duurt denk ik nog wel een week of twee, drie. Mm-hmm. En ja, dat maakt, kijk, als je dan een beoogde basisspelers hebt, dan niet. Alleen, we kunnen het wel hebben over de spelers die we niet tot onze beschikking hebben. Maar volgens mij moeten we het juist doen met de spelers die we wel hebben. En daar hebben we ontzettend veel vertrouwen in. En die hebben dat vertrouwen gisteren ook terugbetaald. Dus dat is wel een prettige bijkomstigheid. Ja, want gisteren na de wedstrijd zal natuurlijk de sfeer ongetwijfeld heel goed zijn geweest. Wat doet het met de spelers met zo'n overwinning? Hè? Want het is natuurlijk ook een drempeltje waar je ook als speler even overheen moet. Oké, het is nieuw. We hebben een paar wedstrijden gespeeld. Helaas nog niet gewonnen. Maar gisteren heb je die drie punten gepakt. Wat merk je dan aan die spelers? Ja, sowieso het moment dat die overwinning wordt geboekt. Hè, dat is natuurlijk, dat spreekt dan nog meer in je voordeel. Omdat het in de 90ste minuut gebeurt. Ja. Maar ja, je ziet gewoon dat er ontzettend veel blijdschap was binnen de groep. En de bevestiging van we kunnen het. We kunnen ook mee met dit soort tegenstanders. En een goede opmars voor de komende weken. Mm-hmm. We hebben ook goede gesprekken met elkaar gevoerd. Iedereen is rustig gebleven. Iedereen wist dat dit kon gebeuren. En er wordt geen... ook een compliment daarin naar Roda Raalte. Dat er geen paniekvoetbal wordt gespeeld. Maar ze gewoon vertrouwen hebben in de wijze hoe we op dit moment aanvliegen. En daarin de volledige rust behouden. Dus precies. Ja, dat is prettig werken voor een trainer die nieuw is bij een vereniging. Ja. Maar ik denk ook voor een selectie die er alles aan doet om stappen te maken met elkaar. Precies. Klopt helemaal, Jos. En dat is ook fijn voor een trainer om zo te kunnen werken. Hè? En zo kun je je ploeg ook beter laten renderen. En als vertrouwen goed is en ook de groei er nog steeds in zit. Ja, wat wil je nog meer? Het is nog vers in het seizoen. Het is allemaal nieuw. Het is derde divisie, laat dat niet vergeten. Volgens mij moet wat dat betreft deze wedstrijd absoluut vertrouwen geven richting volgende week, richting Excelsior 31. Daar wil ik je heel veel succes mee wensen. Met de trainingen deze week en natuurlijk met de wedstrijd van komende zaterdag. Hartelijk dank. Graag gedaan en een fijne zondag. Fijne uitzending. Tot ziens. Hoi hoi.